De Omroep Vrijwilliger van het Jaar. Ik zit in de top 5. Ik vind het gewoon ook heel leuk dat we nu met de Omroep kunnen netwerken hier. Het is mooi dat die kunde, de professionaliteit bij al die vrijwilligers en het enthousiasme, dat dat dan valt. Natuurlijk een beetje spanning. Ja, natuurlijk. Ja, en dan gaan we maar gewoon het over ons heen laten komen, denk ik. Nou, lokale media is sowieso belangrijk om dicht bij de burger te staan. In de samenleving gebeuren ook dingen die gewoon kritisch benaderd moeten worden. En daar heb je journalisten voor nodig. Nou, juist die journalisten, die weten dan precies wat er in zo'n gebied gebeurt. Lokale omroep van het jaar 2022 is geworden Streekomroep Zuidwest. Yeah! Nou, ik ben super trots. Echt, ik had het niet verwacht, wel gehoopt natuurlijk. Maar ik ben vooral heel erg trots op alle medewerkers van onze omroep. Meer dan 130 mensen die zich dagelijks inzetten voor het lokale nieuws in onze regio. Ja, die verdienen zo'n prijs, absoluut. Het is gewoon ook een beetje erkenning voor het harde werk. De vrijwilligers die meewerken en die gewoon het ruggengraat, de ruggengraat vormen van zo'n omroep. Maar ook de betaalde krachten. Echt een feest van de lokale media. Het is ontzettend leuk om al die omroepmedewerkers uit het hele land bij elkaar te zien en om samen te kijken naar de beste producten die ze gemaakt hebben het afgelopen jaar. Het is echt een feest.